Mensen, goedemorgen. Jullie klikken deze video aan en jullie denken bij jullie zelf, wat gaat hier nou weer gebeuren? Ja, lekkere wijven. Sommige mensen zouden zeggen, dit is gewoon een day in a life. Dit is gewoon een goede reden voor Frank om weer te drinken. Ja, misschien is dat zo. Ja, misschien is het zo, maar gaan we lekker verder. Hoe werkt het? Heel simpel. Elke 250 kilocalorieën moet ik dus een alcoholische versnapering nemen. En natuurlijk is het ook een kleine voorbereiding omdat Kutfluencers bordspel bijna uitkomt. Maar, mensen, als jij zou kunnen abonneren, zou ik het fantastisch vinden. Weergeloos, ik word er ook een klein beetje geil van, dus druk even op dat abonneerknopje. Een video met Emily was al lang gepland om vorige week online te komen. Maar ja, ja, helaas. Kom, we gaan zuipen. We beginnen met het ontbijt. Ik zie de laatste tijd op Instagram te veel berichten van, hey, ik ga deze week ga ik niet drinken. Of deze maand ga ik niet drinken. Deze week ga ik gezond leven. Ik ga alleen maar gras eten. Ik ga in de weiland leven. En ik ben het schaap. Ik heb besloten om toch wel even lekker te beginnen. Shotje Jägermeister. Ik wil eerlijk zeggen, ik zie het nog niet heel erg zitten om... Wat is dat vies bitter? Ik heb er nooit van mijn leven dat ik 's ochtends een shotje Jägermeister genomen. Smeert wel lekker de keel. Op naar Amsterdam. Ja, en mensen, even tussendoor. Ik heb de microfoon op een plek gestopt waar de zon nooit schijnt. En het blijkt dus dat hij nooit meer normaal van teruggekomen is. Wat betekent, de audio is een beetje verrot. Maar op het einde van de video wordt het beter. Zo. Dan moet ik de sortering in naar Amsterdam. Ik mag natuurlijk helemaal niet rijden. God voor de god, tyfus! We zijn op Amsterdam. Lelylaan. Normaal gesproken ga ik nu gewoon met fietsen. Nee, fietsen doe ik ook niet. Ik ga gewoon altijd met de auto, dus ik ga nu gewoon even Uber pakken. Het zeggen, voel de Jägermeister wel. Ik zit te zweten in die trein, jongen. Ik ben helemaal kapot. Uber even bestellen. Dat was hem. Teringlaaier. Daar ga je hem toevallig. Nee, goh, ik heb alleen maar bij mijn kwark een stukje Jägermeister genomen. Ruik het? Ja. Day in a life. Steve zei al net inderdaad, soort van, ja, het is gewoon eigenlijk mijn dagelijks leven wat ik gewoon nu aan het doen ben. Dat is eigenlijk helemaal niks veranderd. Maar oké, we gaan het toch doen. We gaan nu beginnen. Ik mag natuurlijk alleen maar drinken als ik 250 kilocalorieën op heb. Dus ik heb allemaal van die muesli, die powerrepen meegenomen, zodat ik een beetje aan het doen. Pils. Mee lopen schudden, Frank Slotta. Ja, misschien wel. Hier kan je gewoon even lekker rustig zitten. Oh. Ik ga het nu gewoon op je zuipen zetten. Rape. Poeie Niels is. Ik mag een biertje nemen. Mijn lichaam breekt gewoon constant die alcohol af. Dus ik heb gewoon een beetje het idee dat ik een beetje moe word ofzo. En jullie mogen bepalen wat ik ga eten. Dan ga ik af flink carbs en ga ik gewoon een naar bier zuipen. Ja, je niet aan mijn pik! Niet weer! Pap. Hij zei pik, niet maar... weer, pap! Nee. Wat? Ja, ik zou eventueel wel... Ja, dankjewel. Oké, kom gewoon zo gaaf! Zo, dit is al 200 calorieën denk ik. Maar wat wil je nou voor alcohol versnapen? Kijk, van Long Island Ice Tea. Oh. Doe die. Daar moet je een tering lam van. Hij is briljant gemixt. En dan is sterk dan ofzo? Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Lekker, Long Island Ice Tea. Cheers. Dit ziet eruit als je me niet zin in. Nee, dat ben ik wel. Kijk zelfs. Komt dat nog slomer? Ja, en dan merk je toch dat je dronken bent om 2 uur 's middags. En ja, dan gebeuren er dit soort dingen. 7. Hoe laat zou u willen? Half zeven. Onder welke naam? Steve Demmers. En sorry, wat is uw telefoonnummer? Dat is 7. Nee, oh, dit is heel eerlijk. Wat kun je nu? 06. Ja. 76. 77. Nee. Ik had wel echt het idee dat. Nee. Ik zag dat jouw vizier gelokt werd op het meisje wat nu langs loopt. Jij wilde iets doen en dat gaan we niet doen. Oh. Nee. Ik heb echt heel veel zin om te klieren. Echt niet oké. Okay. Die Long Island Ice Tea, jongen, die hakte in. Oh. Ja, Long Island Ice Tea gedronken. Huh? Gadver, hij stinkt ook. Gadver. Fucking zwijf. Ja, en ik heb dus tijdens de lunch wel de nodige calorieën binnengekregen. Dus dat betekent dat ik 2 alcoholische versnaperingen erbij moet. En Stefan had een heel goed idee terwijl ik wachtte op het dakterras. Dit is Finse drank. Er zit 96% alcohol in. Je kan zelfs blind worden als je er te veel van drinkt. Nice.
Ja, ik vind het niet lekker, ik vind het niet vies ruiken. Het ruikt wel lekker, man, eigenlijk vind ik. Nee? Oh ja, dat ruikt best lekker. Nou. Ze kwamen op een feestje van mij, kwamen ze met shortjes aanlopen. Ja, dat het Jägermeister was. Nee, ik dacht dat het een dropshot was, nog erger. Deze moet je eigenlijk wel shotten. Nee, deze moet je juist shotten. Nee, beide. Oké. Ik weet, we maken een combinatie. Nee, dat kan niet. Nee, ook van absint. Dat gaat er gewoon over zijn. Nee, precies, dat kan niet. Nee, man. Nee, serieus, dat kan echt niet. Dat zou echt te ver gaan, toch? Ja. Nog meer olijfolie. Absint met cannabis. Oh, ga je die combineren met die stroom? Oh, dat wordt echt. Dat wordt wel erg. Dit is echt een bom. Dit is echt het ergste. Dat is een unit. Kijk hoe weinig. Dat is heel weinig. Maar dit is, als er zo weinig geeft, dan is 100% die al verwacht dat het echt sterk is. Ja. Niet, ver, niet te dichtbij. Zeg. Gaan we doen. Jij gaat het opdrinken. Ja, maar wat is dit? Dit ruikt heel, heel vies. Ja, het is een combinatie van twee dingen. Ja. Eén is absint cannabis met 70% alcohol. Dat is een beetje gecombineerd met de welbekende stro 80. Met 80% alcohol. Je hebt een drankje gecombineerd van 70 en 80%. Ja, dus dan is het minder. Om het een beetje te neutraliseren. Ja, dus 75. 75%. Ja, dus ik probeer het te ruiken zonder een bek te trekken. Het ruikt oprecht wel lekker gewoon. Ik ben zelf jaloers dat ik dit niet mag drinken nu. Nou, toebaar is. Zo bedankt. Ben je nu al aan het drinken? Ik ben helemaal niet aan de tering, maar ik heb het gevoel dat dit gewoon een veel. Ja, je kan het wegspoelen, want deze gaat dit ook wel. Ja, maar wat is dat? Dat is dus een beetje water. Water. Dat hebben zo. Water. Nee, dat is geen water. Om het weg. Het hebben! Zee! Echt! Valt er mee toch? Wat is het? Ik ben de naam even vergeten. Nee, dat ben je niet. Nee, dit is Finse drank in ieder geval. Ja, maar dit is geen informatie. Ik weet wel hoeveel procent erin zit. Wat denk je? Nou, gezien de hoeveelheid, als jij denkt 70 en 80 ga combineren, dan doe ik dit. Dan moet dat 120 zijn. Nee, dat kan niet. Nee, dat natuurlijk niet. Dat is wel 90 of zo. Nee, het is wel meer. Nee. 93. Het is wel meer. Niet. Heb je dit zelf al eens gedronken? Ja. En? We staan op twee benen. Ik leef nog. Kom weer. Oh, nice. Ik zei het al. Je wilde even kijken of het kon aansteken. Ja, en ik had dus even tussendoor een Milka koekje op, maar er zit dus al heel snel in één koekje 250 kilocalorieën. Dus ik mocht weer een pilsje nemen. Ik zal gewoon een pils. Ik pak pilsje. Oh ja, nee, die doen dat niet. Nee, die gaan niet open. Die gaat ook niet open. Dankjewel. Die zijn lekker, die kleine flessen zijn lekker. Ook gewoon even in plaats van aceton, dat ik gewoon een keertje iets normaals kan drinken. Dat is wel fijn. A few moments later. Sean heeft me afgezet. Amsterdam-Zuid, op naar Rotterdam. Terug Rotterdam. Ja, lieve mensen, kinderen, welkom bij een nieuwe weer een kookvlog. We hebben weer lekker gekookt. Geen sponsor vandaag. Ik heb vandaag best wel veel gedronken. Ik merk aan mijn lichaam dat ik best wel moe ben. Ook heeft er een buikje plaatsgevonden. Natuurlijk kan je in de comments laten weten, Frank is altijd al zo geweest. Daar hebben we geen grapjes voor. Ik heb even lekker wat Indisch eten gehaald. Dat betekent lekker bakje rijst. En natuurlijk niet veel kilocalorieën. Dus ik heb namelijk butter chicken. Ik ga niet zelfs een bakje doen. Maar ik ga toch wel denk ik de helft van zo'n bakje doen. Wat betekent dat? 750 kilocalorieën. Heb ik op dit moment vandaag veel meer trek in water. Ja, gaan we dat ook doen? Ja, natuurlijk gaan we dat doen. We moeten natuurlijk wel blijven. Nou, flink glas. Andere keus. Mensen, santé. Wie gaat vanavond verliezen van Liverpool? Ik heb namelijk 500 euro gezet op Liverpool. Het is niet dat ik tegen Ajax ben. Ik schat Ajax momenteel heel laag in. Zo, gaan we even lekker zitten. Lekker lezen. Die wijn atteren. Dat is echt teer smerig, dus dat ga ik niet doen. Dus voor bier atteren. Zo heb je zo gedurende dag, heb je echt geen trek meer in. Als je bier hebt gehad, dan heb je hier ook geen trek meer in. Oké, dit is op. Nu even rustig mijn wijn opdrinken. En dan nog één alcoholische versnapering. Als ik dan niet meer eet vanavond, dan zit ik er doorheen.
En is er goed nieuws? Ik moest het even voor, 42e minuut. Voor Ajax fans, spijt me. En voor de andere mensen, mijn wijn is ook bijna op. Ik heb al een beetje bijgeschoven, dat betekent dat ik bijna 3 zit. Ik ben vrij slecht. Ik heb het gevoel dat ik een beetje dronken begin te worden. Ik ga deze even opdrinken en dan kom ik morgen weer terug. Mensen, goedemorgen. Ik heb een nieuwe plant. Maar dat niet alleen. Ik ben vannacht ook 5 keer uit bed gekomen omdat ik een droge muil had. En dat komt omdat ik heel de dag gisteren heb gezopen. Het ging op zich wel prima. Ik merkte in de middag toen bij Sjanne de auto van, ja, nu ben ik echt dronken. Het is 2 uur 's middags. Maar het was wel leuk. En ik kan met trots zeggen, al die mensen die uiteindelijk zeggen, hey, kap even met het drinken voor een paar maanden. Je kan ook gewoon overdag drinken. Dat is onzin. Experiment is geslaagd. Dit is hetgene wat ik heb gegeten gedurende de dag. En dit zijn de alcoholische versnaperingen die daarbij horen. Mag ik jullie bedanken voor het kijken en dan zie ik jullie graag bij de volgende video. Ciao! En ondertussen pak ik gelijk door even met de 48 uur dronken, want hier is een lekkere espresso martini. Esmaatje, knal ik even lekker naar binnen. De groeten.